Kijk eens. Bonjour, ma petite Claire. Kijk. Hallo, Claire. Zwaai maar. Hi. Bonjour, ma Claire. Bonjour, Maxime. Bonjour. Nou, lieve luisteraars, het is alweer vrijdagmiddag 4 uur. Alweer, daar zijn we weer, hè? Nou, moet je luisteren. Aangezien wij zelf natuurlijk op dit moment genieten van een heerlijke vakantie in Frankrijk. Ja, dan hebben wij toch nog een zomerspecial gemaakt. En de zomerspecial is leuk om te luisteren als je bijvoorbeeld in de auto zit op de Route Soleil. Of dat je gewoon lekker thuis in je eigen huis bij een tafeltje met een lekker dingetje of wat ook. Met een lekker hapje. Onderweg naar je werk, weet je, als je nog geen vakantie hebt of je hebt het al gehad. Ja, dat... Toch nog even die sfeer proeven. Je hoort hier op de achtergrond ook wat geluiden van kinderen. Dus, Eigenlijk hoef je helemaal niet weg. Want het is natuurlijk tropisch gewoon in Nederland. Ja. Het is tropisch. Wat dat betreft wordt het alleen maar beter de zomers. Maar we hebben hier dus de kleinkinderen. Ja, Maxime die zit al lekker helemaal in de zwemmen, in de piscine. Dus af en toe hoor je ook wat spetteren en zo, denk ik. Maar dat is alleen maar lekker natuurlijk voor een zomerspecial. Dat klopt. En lieve mensen, als je dus kijkt, je kan alles zien op kijk.nl. Dan zie je ook deze borrelplank. Dat is de eerste borrelplank van het land Frankrijk. Dus we gaan dus de landen behandelen waar de Nederlanders het liefste naartoe gaan. Dat klopt. En dat zijn er 7, dus we hebben ook 7 borrelplanken. Nou jongens, wij gaan vanavond rollend in bed, want het moet natuurlijk wel allemaal opgegeten worden. Ik hoop dat iemand ons helpt. En waarschijnlijk hebben ze in elk land een ander drankje. Oh, dus wij gaan helemaal... We beginnen nu met een Frans wijntje. Een chardonnaytje. Oh, wat warm. Nou, warme wijn, daar liggen we straks helemaal om. Maar het leuke is, we gaan dus over de verschillende landen een beetje de do's en don'ts gaan we behandelen, weet je wel? En tips. Tricks en tips. Ja, tricks en tips. Ja. En weet je, ook al zijn wij natuurlijk een verenigd Europa, er zullen altijd verschillen zijn van landen onderling. Ja, dat is juist leuk natuurlijk. Hè? Vroeger had je ook nog ander geld. Dat vond ik ook altijd zo apart. Weet je, want dan ging je Franse frank halen bij de bank en zo. Dat was zo leuk. Ja. Waar is die gouden envelop? Ja, die staat hier. Ja, daar zijn we nou al aan toe. Want ik ben zo benieuwd wie we gaan inbellen straks. Luister, ik ga hem pakken. Ik gok op van de vakantieman. Het heeft ook iets met vakantie te maken. Dat denk ik. Vakantieman, hoe heette die ook weer? Ja, van Siebrand of zo. Nee, die man met die snor. Maar die leeft volgens mij niet meer. Met die snor? Jij mag hem eruit trekken. Nee, dat was Tette Braak. Nee. Nadezhda! Oh, Maxime! Wij gaan straks inbellen met Nadezhda! Dat is nou, leuk! Nou, wat leuk! Wat zit jij weer te hoesten? Ja, ik ben verkouden. Nou, wat leuk! Nou, leuk. We gaan even lezen wat we haar gaan voorleggen. Oh, dat is gelukkig ook in het Frans vertaald, anders kwam ik daar niet uit. In het Nederlands is het in ieder geval of je komt in Nederland wonen, waar je geen mensen kent en de taal niet spreekt en alleen maar oude kaas mag eten. Oh. Of je blijft in Frankrijk, waar je alleen nog maar Saint-Marcellin mag eten. Nou, dat zal ook wel een soort kaas zijn dan. Nou, dan blijft zij natuurlijk gewoon in Frankrijk. Ja, of je nou daar kaas eet, uit je moeders land. Nee, maar zij wil wel graag naar Nederland. Waar je geen mensen kent en de taal niet spreekt. Maar ze kent ons alleen. Ze kent ons, dan zou ze bij ons komen. Nee, maar ze heeft ook heel veel fans, hoor. Ze heeft heel veel fans. Ja. Hey, maar wat leuk, wat een verrassing. Nou, ons persoonlijke nieuws gaan we doen. Nou, wat is ons persoonlijke nieuws van deze week? Nou, dat wij natuurlijk op vakantie zijn. Maar dat wij natuurlijk eigenlijk... Want dit is opgenomen natuurlijk. Want eigenlijk zijn we nu al bijna onderweg terug naar Nederland. Ja, als de mensen dit horen, dan zijn wij alweer over de helft. Ja, moet je luisteren. En dan denk ik alweer, dan ruik ik de stal. En dan denk ik, ja, het is leuk hoe in het buitenland. We hebben lekker gegeten en gedronken. Maar als ik dan thuis kom, dan kijk ik altijd. En dan denk ik, oh ja, wat een leuk huis. En oh ja, wat een lekker... Oost-west, thuis-best. Zo is het. Nou, meer persoonlijk nieuws hebben we niet. Want het is natuurlijk opgenomen. Dus dat is een hele rare situatie. Dat maakt niet uit. Die week erop zijn we weer gewoon volop met de positieve podcast. Zo is het. Nou kunnen we ook natuurlijk weer inspelen op de actualiteit. Nou, lieve mensen. Wij gaan nu beginnen met de top vakantiebestemmingen binnen Europa. We bespreken elk land een lekker hapje, persoonlijke herinneringen, tips en vertalen bij elk land een door ons zin. Dat veel is leuk. Uitgesproken zin. Ja, dat is leuk. Ja. Nou ja, op nummer 1.
Je had het natuurlijk al kunnen aanvoelen. Daar staat Frankrijk nog steeds. Dat is al zo lang. Nederlanders zijn gek op Frankrijk. En in Frankrijk heb je natuurlijk ook alles, hè? Ja. Zee, bergen, mooie steden. Ja, dat klopt. Cultuur. Ja, daarom, ja. Die Fransen zelf, die blijven gewoon altijd in hun eigen land. Dat zeggen ze ook vaak, hè? Op vakantie. Winters kunnen ze daar skiën, zomers gaan ze naar zee. Ja. Het is gewoon heerlijk. Wist jij trouwens dat als je op een terras zit of je gaat ergens naartoe, dat je nooit je eigen wijn mag inschenken? Dat moet je altijd laten doen door een ober of door een gastheer of gastvrouw. Ja, dat is helemaal... Heb je dat niet wel eens verkeerd gedaan dan misschien? Vroeger ging ik natuurlijk bij de buurvrouw op bezoek. Evelien, weet je nog? Ja. Nou, ik kan me niet herinneren dat wij daar dus de eigen wijn in schonken. Nee, maar als je nou je glas leeg is, dan moet je dus gewoon rustig afwachten. Ja, dan moet je afwachten. Want als jij het namelijk zelf doet, of als je bijvoorbeeld, als wij bijvoorbeeld naar Eveline Dumas naartoe zouden gaan en we zouden zelf een fles wijn meenemen, dat moet je ook niet doen. Want dan surrogeer je dat... Surrogeer je dat die wijn bij haar niet te zuipen is. Oh, dat is eigenlijk een soort belediging. Als je dat is een belediging. Nou, weet je nog dat over een belediging gesproken? Weet je nog dat wij toen wij net in Frankrijk waren die eerste keer, toen waren we uitgenodigd bij die man van de krant, want die had ons geïnterviewd. Ja. En er kwamen ook andere Nederlanders en hij zegt: komen jullie dan ook gezellig? En toen wilden wij een plant meenemen, maar toen kochten wij zo'n margrietbol. Ja. En toen zei die vrouw van de flowershop, die zei gelukkig tegen ons: jongen, luister, dat moeten jullie niet kopen. Nee. Want dat is voorbij een graf. Ja. Want dat was in november. Ja. En dat was zo'n graffeestdag. Ja, dat klopt. Daar heeft ze ons goed voor behoed. Want zij ook voor gek. Ja, wisten wij veel. Wij dachten dat was een leuke, mooie, grote margriet. Witte margriet. En daarom is het best wel handig als je wat dingen weet uit het buitenland. Nou, daarom doen we ook deze show. Dat is heel leerzaam, deze show. Nou, en dan 3 keer kussen. Dat is ook helemaal passé. Dat komt ook corona natuurlijk. Dat denk ik. Want vroeger deden de Fransen altijd, ik kwam ze tegen op de markt, op de marché of zo. En dan kwamen ze elkaar tegen en dan was het altijd 3 kussen. Dat is helemaal passé. Ja. Dat doen ze niet meer. Handschudden is wel natuurlijk nog te doen. Maar ik moet wel zeggen, in Frankrijk toen die werklui allemaal over de vloer kwamen, elke dag gingen ze opnieuw een hand geven. Ja. En het is wel beleefd, maar het is een beetje too much voor een Hollander, denk ik. Ja, dan zeg je gewoon bonjour. Ja, bonjour. Ça va? Voorleef voor een café. Nou, weet je nog dat ik op een gegeven moment ook in Frankrijk zat in de opnames van Chateau Meiland. Dat ik toen jullie allemaal riep en aan die bel maar trekken. Want ik had alle glazen vol staan, klaarstaan. En ik maar roepen, kom je, pauze. En dat niemand kwam en dat ik toen in mijn eentje zat zo helemaal. Nou, laat het anders maar zien, het fragment. Gezeur. Zit je weer alleen, in je eentje. Wat is de volste? Deze. Nou, proost. Gezellig. Proost allemaal. Proost. Als je dus zegt wat goed, dat is in het Frans dus à quoi bon. À quoi bon. Dat klinkt als water, maar het is à quoi. Hoe spreek jij dat uit wat er staat? Qua bol. Ja. We vragen het straks aan Nadez. Oh ja, dat doen we. Ja. Nou, dan gaan we alweer naar het buurland van Frankrijk. En dat is dan Espanol. Dat is Spanje. Ja, van de flamingo's. Ja. Nou, inmiddels staat er een nieuwe borrelplank helemaal. Met de... Ik zie het. Ja, dat is natuurlijk... Chorizo natuurlijk. Ja, en dit is de paella. Dat is met vis. Helemaal met rijst en vis. Met doppertjes erin en zo. En een stukje paprika. En een beetje uitjes zo. Helemaal leuks erin. Lekker. Nou, en dit is natuurlijk de vlag van de Spain. Van de Espanol. Nou, mijn Spaans is... Ja, mijn Spaans is niet zo goed. Nee? Por favor. Ja, por favor. Ja. Nee, voor mij ook niet. Maar ja, hoe vaak zijn wij nou in Spanje geweest? Nou, niet zo vaak. Nee. Wij zijn natuurlijk toen met Nadege geweest. Voor Nadege was fantastisch. Haar grootste eerste vakantie. Helemaal Tenerife. Ja. En dat kostte haar degen. Tenerife! Oh, je gaat het. Maar is het hier hoog? Oh, kijk, mama loopt wel helemaal in het wild. Ça c'est le plus bien vacances que moi j'avais. Schuil, ouwe, schuil! Oh, wat voel ik het raar hier. Heb je niet moeten overgeven? Oh, dat heb ik wel gedaan. Daarom ben ik nu zo fit. Oh. Dat hebben we genoten, hè? En Nadege ook. Ja. Ja, dat was heel erg leuk. Wees jij trouwens dat in Spanje de lunch belangrijker is dan het avondeten? Oh, dat snap ik wel, ja.
Ja, want het is... Omdat het warm is. Ja. Ja, en dan ga je natuurlijk rustig eten en ook lang. Ja. En dan ga je even een tukkie doen. Ja. Heerlijk. Ja, voor die mensen is dat natuurlijk heerlijk. Maar voor ons als vakantiemensen was dat vaak een klap in het gezicht. Want dan dacht je om een uur of één was je aan het rijden gezellig langs de boulevard en zo. En dan zeiden we, nou we parkeren de auto. We gaan even een winkeltje in en een winkeltje uit. Alles fermé. Ook in Frankrijk. Ja, en zeker van 1 tot 3 en soms wel tot 3:30. Nou, dan liep je daar met je ziel onder je arm. Ja. En daarna had er geen zin meer. Want dan gingen wij weer gewoon aan de wijn en het avondeten doen. Maar het is op zich wel een goed systeem natuurlijk. Dat je in het heetste gedeelte van de dag, dat je niet aan het werk hoeft. Je hoeft helemaal niks. Je gaat misschien gewoon lekker krijgen... eten en dan even een siesta. Een siesta heet het. Ja. Dat klopt, een siesta. Misschien krijgen we dat ook wel met z'n jaren. Want als het hier natuurlijk zo tropisch blijft, met 40 graden, dan stort je in. Dan gaan wij misschien ook wel naar de siesta's toe. Ik vind het wel wat hoor. Even een dutje doen na het eten en dan daarna. Maar dan moet je natuurlijk geen wijn of zo drinken. Dat doen zij wel, maar dat zou ik niet tegen kunnen hoor. Nee, ik ook niet. Dan ga je helemaal instorten. Dan wil je helemaal niet meer werken. Nee, dan krijg je een blackout. Ja. Nou, en in Spanje hebben ze natuurlijk nooit het woord haast. Komt bij hun natuurlijk niet. Nee, dat kennen ze niet. Alles is natuurlijk manjana. Ja, maar dat komt ook door de warmte. Hè? Dan heb je niet zo zin meer om het te haasten. Nee, maar ja, ik zou me voor kunnen stellen... als jij uit een baarmoeder geboren wordt in Spanje... waar het tropisch heet is... dat lijf en dat hele... Dat ben je gewend. Ja, maar kijk, iedereen heeft natuurlijk een lichaamstemperatuur van 37 graden. Dus we, als mens... Oh. Ja, het is niet zo dat zij daar beter op ingesteld zijn lichamelijk. Nee. Je went er op een gegeven moment natuurlijk wel aan. Maar al dat rennen en vliegen wat wij hier doen... Ja, dat wil je niet in die hitte. Dat is ook niet te doen. Dan ga je vanzelf een beetje langzamer. Ja. Misschien wel beter voor je hart. Ja. Oh, nee. Ik vind het toch lekker vlot en lekker snel door de stad lopen. Vind ik toch prettiger dan zo. Ook van. Zo, weet je, van die langzame. Ja, maar niet in die hitte. Dat is het. Ja, die hitte, dat is het. Ja, dat remt je af. Ja, dat klopt. Wist je trouwens wat het was? Maar hoe ze dat zeggen in Spanje? Van wijnen. Zeggen ze fino. Oh ja, fino. Zo doen ze dat. Nou, ik ben klaar met Spanje. Wij gaan naar nummer 3. Ja. Nou ja, dat ligt natuurlijk ook voor de hand, hè? Ja. Italië. Wat goed! Ja, Italië. Nummer 3 op de lijst. Ja. Nou ja, Italië, ja, dat heeft natuurlijk hele mooie streken. Ik vind de taal trouwens prachtig. En lekkere gerechten, natuurlijk het beste ijs van de wereld. Ja, dat klopt. En wij vonden ook toen wij daar waren dat de mensen allemaal zo... Mooi gekleed. Zo smaakvol, hè? Ze hebben echt smaak daar. Ja. Prachtige mensen zijn het. Ja. Het is een heel mooi land. Nou ja, wat ik dus ook nog over Italië kan vertellen... dat vind ik wel een leuke tip eigenlijk voor Nederland. Dat zouden we hier ook moeten doen. Want als je daar dus op straat loopt, je hebt wat gekocht... Hè, dan vragen ze altijd, wilt u het bonnetje? Nou, dan kan je zeggen nee of ja, of je doet het in je portemonnee. Oh nee, ik zeg nooit een bonnetje. Maar dat moet je dus wel doen. Want daar kan je dus de fiscale politie tegenkomen. En dan loop je daar bijvoorbeeld met een tas van een duur merk of een goedkoop merk. En dan zeggen ze, nou, laat maar zien, heb jij dat betaald? Oh. Nou, en dan zeg je, ja, hier is het bonnetje. En zo kan je dus ook dieven opsporen. Wat een goed het is een kleine systeem. Moeite om het bonnetje dus te vragen. Zouden ze in Nederland eigenlijk ook moeten doen? Ja, ik vond het wel een goede tip. Nou, weet je wat ik gehoord heb? Wij hebben dat zelf niet meegekregen. Maar als je bijvoorbeeld na 11:00 's morgens... bijvoorbeeld bij een lokaal leuk tentje een cappuccino bestelt... dan kijken die mensen je aan van, ik weet het niet hoor... maar van welke planeet kom jij? Oh, ja. Nee, ze zien cappuccino namelijk, dat hoort bij een ontbijt. Dat is melk. En dus als je s'avonds ook bijvoorbeeld op een terras gaat zitten... en je bestelt een cappuccino, dan denken ze... nou, ik weet het niet hoor, maar die cappuccino die is morgenochtend pas available. Oh, dan moet je natuurlijk gewoon een lekkere espresso. Zo'n heel klein beetje sterke koffie na het eten. Ja. Oké, dat klopt. Goed om te weten. Ja, en als je naar een kerk gaat bijvoorbeeld, daar zijn wij nogal van. Als je een mooie kerk ziet in een dorpje of zo, dan wil je altijd even naar binnen en dan doen we een kaarsje opsteken en zo. Als je dan in Italië dat doet, bedek dan toch altijd even je schouders. Dat vind ik. Ja, dat snap ik. Ja. Ook gewoon niet een hele korte broek of een tanktopje of in je bikini. Nee, dat is het respect. Het is een heel zwaar katholiek land. Want er is natuurlijk ook van het Vaticaan in Italië, van de paus. Ja, precies. Nou ja, en we hebben natuurlijk. We doen natuurlijk al die zinnen ook. Ik heb hem net gedaan van de wijnen van Spanje. Ja, die was lekker makkelijk. Ja, die was fino. Ja. Nou, doe jij maar lik me lolly. Ja, we hebben zo'n periode gehad dat we riepen lik me lolly. Nou, dat is in het Italiaans. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar dat is lekami in lekka. Nou, je doet het heel goed. Ja, maar misschien is het wel leccia, dat weet ik niet.
Zullen wij anders eerst nog een stukje van die cazzoloni nemen? Cazzoloni? Ja, cazzoloni, ja. Moet even met zijn mes, want die pizza vind ik niet te niften. Oh, ik doe het wel met mijn lepeltje. Oh, doe je het? Oh ja, doe ik dat ook met een lepeltje. Is misschien handiger. Cannelloni. Cannelloni. Wat zit erin? Blauwe kaas, zo te zien. Oh, daar hou ik zo van, blauwe kaas. Of is het gewoon groente? Ik weet het niet, Erika. Mmm, oh, dit is lekker. Dit is echt heerlijk. Dit is heerlijk. Ja, cazzoloni. Nou, oké. Okay. Luister. Zo moe van die man. Wij gaan straks verder met de favoriete vakantiebestemmingen. Ja. Want ik zou zeggen, blijf luisteren en kijken natuurlijk op kijk.nl. Niet te vergeten, want dan zien we onze leuk zo helemaal gezellig zitten bij ons in de tuin helemaal. Nou leuk, dan gaan we nu naar onze vaste rubriek, de dilemma's. Ja, de dilemma's. Nou, laat maar komen. Nummer 1 komt van Jitse. Dag Martien en Erika. Zoals jullie horen ben ik niet van Nederland, maar van België. Ik ben namelijk enorme fan van jullie. Mijn dilemma gaat als volgt. Of je verhuist naar België, ergens rustig op het platteland, maar ver weg van Montana en Maxime. Of je verhuist naar Nederland, ergens in een drukke wijk, waar elke dag fans voor de deur staan. Veel succes! Oh, ook weer een goeie. Ja, nou ik weet het al. Ik niet, wat dan? Ik wel, ik ga verhuizen naar België. Dan zitten we er met z'n tweetjes en zijn ze allemaal hier. Nou, alsof je 6-7 uur in een auto moet zitten. België is hartstikke dichtbij. Ja, maar dan lopen ze niet meer zomaar binnen, net als nu. Nou liggen ze hier ook lekker bij het zwembad als wij gewoon bezig zijn. Nou ja, ga jij aan een drukke straat wonen dan met elke dag fans voor de deur? Ja, dan zou ik gewoon een hele hoge hagen of zo omheen zetten of een hek. Oh, ja. Dat ik het zelf ook niet zie. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Een hoge haag. Nee, ik ga toch naar België. Ik vind België enig. Nou, en België, ga je lekker naar België? Ik blijf hier. Joh, moet je luisteren. Bij Maastricht, daar is de grens al bijna. Als je daar nou bij Maasbracht. Nee, dat is de andere. Nee, dat is volgens mij de andere. Ja, dat is net over de grens. Daar zitten toch al die Hollanders die de belasting willen ontduiken. Dat klopt. Nee, ik bedoel bij Lanaken. Lanaken. Lanaken, dat ligt net over de grens bij Maastricht. Nou, als je daar een leuk stulpje... Daar word jij niet gelukkig, hoor. Nou, dat weet ik nou al. Jitske, ik vind het een heel goed dilemma, want het is echt een lastige. Jitske, ik ga gezellig naar jou, hoor, naar België toe. En zij gaat aan een drukke weg wonen. Ja. Nou, dan gaan wij door naar dilemma 2. En die is van Suzanne. Lieve Martien en Erika. Ook ik heb een dilemma voor jullie. En dat is deels wat pittig. Komt-ie. Of je kunt een hele dag in gesprek met de huisdieren die jullie hebben. Dus nou ja, bijvoorbeeld met de honden. Dan kun je gewoon mee in gesprek. Ze kletsen terug en nou ja, alles wat je wilt bespreken met die dieren kun je bespreken. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Hele dag kletsen heen. Of, en nou komt hij. Bommel komt een dag terug. Die kan niet praten, maar hij komt een dag terug. Ik hoor het heel graag. Auw. Mijn hond kletst ook. Ga heen. Oh, ja, wat een leuk filmpje. Wat een leuke stem. Wat een leuke vrouw. Ik ook. Wat doe jij? Nummer 1. Ik ook. Want bommel terug, nee, dat zou ik toch niet willen. Want dat geeft heel veel onrust de hele dag. En we zijn er nu zo tevreden mee dat hij gewoon opgezet boven staat. Precies. Daar ben ik helemaal klaar mee. Maar ik zou heel graag een gesprek willen voeren met Bijou en Babs. Ja, dat is een hele dag, joh. Dan kan je alles vragen. Hoe vind je je eten? Ja. Wat wil je veranderen aan de tuin? Wil je vaker uit? Wat vind je nou lekkerste voer? Nou, van alles wil ik vragen. Ja, wat leuke vraag. En weet je, bommel terug, dan heeft dat beest weer een hele dag pijn. Ja, precies. Ja. Ook dat. Nee, en daar hoor. Is hij nou van verlost. Ja, nee. Ik ga absoluut voor 1. Ja, ik ook. Ik vind het zo leuk. Dit dilemma. Nou, Suzanne, jou hoor, nummer 1. Nummer 1. Leuk filmpje. Ja. Nou, dan gaan we naar de derde en laatste. Die is van Anouk en Kevin. Oh, zijn duo. Hoi Martien en Erika. Wij zijn Kevin en Anouk en wij zijn collega's. En we kijken altijd met veel plezier naar Chateau Meiland. En we kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen op tv is. En ik wandel elke week lekker met mijn hond over de dijk. En dan luister ik naar jullie positieve podcast. En dat is echt genieten geblazen. En we hebben een heel leuk dilemma voor jullie. Het dilemma is als volgt. Elke keer als je afrekent bij de kassa, moet je hardop je pincode en je saldo opnoemen. Of de rest van je leven naakt over straat. Nou, we zijn heel benieuwd waar jullie voor kiezen. Doeg! Doeg. Nou, wat stom. Je pincode en je saldo. Ja.
Nou, ik ga niet je hele leven lang naakt over straat. Het mag niet eens, volgens mij worden er opgepakt. Nee, en moet je luisteren in de winter, dan ziet het er zo uit. Van de kou. Het is te koud. Nee, en dan loop jij de hele winter met zulke grote knoppen van tepels. Van de kou. Ja, we praten over jezelf. Met je nou, dat doe ik toch. Ik zei toch, dan is het zo. Nou, wat een stom dilemma. Stomme Anouk en Kevin. Nee, dan zou ik gewoon mijn saldo roepen. Maar ja, ook je pincode. Ja, dat maakt mij niet uit. Maar als die pas gestolen wordt, ben je de klos. Ja, nou, dan ben ik maar de klos. Ja, dan zorg ik gewoon dat er heel veel weinig erop staat. En dan ja, heel weinig. En bestel ik een pasje bij de bank. Dat precies, mag. Dan zorg je gewoon dat er €100 op staat of zo. Dus dan roep je je pincode, 4 cijfers. En dan zeg je €73,16. Ja. Nou. Nee, ja, dat doe ik. Beter dan naakt over straat. Dat is niet te doen. Nou, lief duo, wij gaan toch voor nummer 1. En niet voor de naakt. Nee, we gaan niet voor het naakt. Nee, dat vind ik ook. Nee. Nou, en straks hebben we natuurlijk een heel spannend dilemma voor Nadège. Ja, die zal ik nog een keer voorlezen. Oh, nou. We gaan dus aan haar vragen of je komt in Nederland wonen waar je geen mensen kent en de taal niet spreekt en alleen maar oude kaas mag eten. Ja. Of je blijft in Frankrijk waar je alleen nog maar Saint Marcellin mag eten. Ja, oh ja. Nou, ik ben zo benieuwd. Ja, dus we gaan het straks horen. Ja, we gaan het straks kiezen. Ja, dat klopt. Nou ja, dus mensen kunnen nog insturen als je denkt van... nou, ik heb een leuk dilemma voor Martin en Erika. Stuur hem in. Het leukste filmpje kan nog winnen. Ja. En je kunt het sturen naar dilemma@watgoed.nl. En dan maak je kans natuurlijk op het boek naar keuze van Erika, de motor achter de Meilandjes, of de burgemeesters zoon. Of nee, van burgemeesters zoontje tot kasteelheer. Oh ja, van Martien. Boek Martien. Ja, dan mag je zelf kiezen. Nou, hartstikke leuk. Nou, wie vond jij het leukste? Ik ga toch voor 2. Ik ook voor Suzanne. Met dat hondje op de achtergrond. Ja. En ik vond het ook zo, toen zij zei, ja, dan kan je met je honden praten. Toen dacht ik meteen, oh, wat lijkt me dat heerlijk. Ja. Ik ook. Dat wil toch iedereen wel? Met zijn huisdier een keer echt praten. Ja. Nou, Suzanne, laat maar weten hoor welk boek je wilt. Hartstikke leuk. Nou, dan gaan we door naar nummer 4. Katre. Op zijn lijst van meest favoriete landen. En dat is natuurlijk Ich Liebes. Duitsland. Ja. Ja. Nou, en die Duitse mensen, ik vind ze altijd zo aardig. Wij kregen ze vroeger altijd al bij ons in de winkel. In Noordwijk is natuurlijk een heel toeristische plaats. Ja, ja. En dan kwamen ze daar en zo aardig. En met zaak, ze zijn heel zakelijk. Ja, dat klopt. Ze zijn heel zakelijk. Maar wat ook fijn was, ze kwamen altijd met de auto. Dus dan konden ze meteen die spullen die ze gekocht hadden, meteen meenemen. Ja, zo erin. Ze zijn heel zakelijk. Ze lijken heel erg natuurlijk op de Nederlanders, hè? Ze zijn ook gewoon van afspraak is afspraak. En als je om 10 uur afspreekt, dan ben je er om 10 uur. Dat hebben Hollanders ook wel. Dat klopt. Die houden daar ook van. Dat klopt. Nou, en de borrelplank ziet er natuurlijk als volgt uit. Ja, hoe kan het niet anders? Natuurlijk die braadwoersten. Die braadwoers. Mitsas kanse schönes brood. Die pils. Nou, dat lijkt wel urine met een hele grote schuimlaag. Nou, meid, eerst proosten. Oh ja, proziet, zeggen ze daar. Dat proziet. Zei jouw moeder ook altijd. Ja, mijn moeder zei altijd proziet. Ja. Oh, lekker, met dit warme weer. Ja, lekker. Ja, lekker koud ook. Moet je luisteren, Duitsland, ik weet het niet. Ik heb het altijd gehad. Ik spreek je ook goed Duits. Ja, ik vind de Duitse taal vind ik niet mooi, hoor. Dan heb ik liever Italiaans. Echt? Of Frans, ja. Oh, ik hou van hard. Ik hou van harde taal. Ja, het is inderdaad hard. Maar het is ook een beetje zoals in het Nederlands met de G. En ik weet niet, ik vind het niet mooi. Ik had er ook een heel slecht cijfer voor vroeger. Want je hebt natuurlijk dat deer, deem, das, weet je wel. Ja, dat zijn die naamvallen. Ja, die naamvallen. Vreselijk. Nee hoor, ik ben erin afgestudeerd. Ik heb 4 jaar Duits gehad. Nee hoor. Maar wat doe je ermee? Ja. Met de Duitsers lullen in de winkel. Ja, in de winkel. Die spreken geen Engels, hè, die Duitsers. Nee. Maar als ze ook bijvoorbeeld, als ze stoppen en ze vragen bijvoorbeeld, hoe is die strasse, die kerkstrasse? Dan zeg ik, dat is wijzig. Dan komen ze eerst. Wat was het nou ook weer rechtdoor? Immer geradeaus. Immer geradeaus. En dan die eerste rechts. En dan die tweede aan die linkerzijde. Daar is die Kerkstrasse. Nou, moet je luisteren. Ze verstaan mij allemaal. Nee, het is vloeiend. Het is vloeiend, ja. Zou je er wel willen wonen? Nee. Waarom niet? Nee, ik zou er niet willen wonen. Nee, want de temperatuur is eigenlijk gelijk aan Nederland. En, het is natuurlijk landklimaat. Meid, ik ben toch jaren heb ik aan Frankfurt al mijn. Dan gingen we naar de beurs in Frankfurt. En dan sliepen we altijd in Hotel Kern. Bij Uli en... Oh. Hoe heette zij nou? Uli en... Nou ja. Dat is toch zo'n familiepensionnetje?
familiehotelletje. Oh ja. Zo leuk, met die Alte Moetsie stond daar in die kuchen helemaal. Oh ja. Ja, waarom vertel ik dit eigenlijk? Er zijn mensen dat het een goede herinnering was. Ja, oh, en dat is Liebe Deutschland. Ja. Ja. Nee, nou ja, moet je luisteren. Ja. Ja. We gaan naar. Dat bier kan weg. Wij moeten naar Griekenland. Wat goed! Ja, dan zijn we dus aangekomen bij nummer 5. En dat is Griekenland. Ook een mooi land natuurlijk aan de Mediterrane Zee. Ja, dat klopt. Maar ja, luie mensen, hè? Ja, maar dat is ook dat Mediterraanse, weet je? Wat nu niet afkomt, komt morgen wel. Nee, dat komt ook door de warmte. Het is daar ook heel gewoon als je gewoon een kwartier te laat komt en zo. Want daar schamen ze zich helemaal niet voor. En dat is eigenlijk, dat hoort erbij, dat is chic. Ja, dan voelen ze zich flexibel of zo. Terwijl wij denken van, nou, joh, schiet een beetje op. Ja, dat klopt. Ja, ja, maar ja, ik ben er natuurlijk geweest voor een Belgisch programma op zo'n... Want het zijn allemaal eilandjes, hè? Ik heb er een werkstuk over gemaakt vroeger. Het heeft meer dan 1000 eilanden, Griekenland. Oh ja? Nou, hoe zoiets ook moet functioneren, zo'n land, is lastig. Ja, dat klopt. Alles moet weer per bootje en... Ja. Heel bijzonder land. Ja, het is een heel bijzonder land. En ze zijn trots, joh, die Grieken, trots op de zee. Zij vinden namelijk dat zij het mooiste water hebben van de hele Europa, zeg maar, helemaal. Ja, Grieken. Ja, en ze hebben ook temperament, hè. Temperament. Want als je op een terras zit, nou jongens, wij denken dan ze hebben ruzie. Maar dat is niet zo. Want dat zit in hun lijf. Ja, dat is ook een beetje in Italië natuurlijk. Dat is gewoon temperament. Dat is interesse hebben in de ander. En niet de boel maar aan je voorbij laten gaan. Ja, en als je dus daar loopt, overal zie je vlaggen van Griekenland, van het land. Overal. Ja, die mensen zijn trots op hun land. Maar Nederlanders hebben dat niet zo, hè? Dat is gewoon van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar eigenlijk zouden wij best wel trotser mogen zijn op ons land. Ja. Ja. Oh, wacht even. Er is niks mis mee. Ik vergeet helemaal de Griekse borrelplank. Wacht even. Ja. Kijk, dit zijn de eierdopjes. En dat gaat in de zogenaamde Griekse ouzo. Wat is ouzo? Ik heb dat nog nooit gedronken. Nee, dat schijnt heel sterk te zijn. Lees eerst op het etiket hoeveel procent het is. Want anders ga je helemaal van je graad. En je doet er ook veel te veel in. Een eierdopje, doe de helft. 37,5%. Nou, moet je luisteren. Mij niet bellen. Wat is dat trouwens in het Grieks? Mij niet bellen. Mime kalis. Mime kalis. Mime kalis. Mij niet bellen. Oh, ik durf niet te drinken. Nee, ik ook niet. Nou, eerst ruiken. Ja, ruiken. Oh, het ruikt lekker. Het ruikt naar wat ze in Frankrijk ook hebben. Die pastis. Oh! Pastis. Nou, het is helemaal Franse pastis. Oh, wat lekker. Oh, dat is heerlijk. Ik dacht dat het zo'n jonge jenever of zo zou zijn. Meid, het is helemaal met zo'n pepermuntachtige taste. Nee. En dit is de zogenaamde Griekse... Kan je het zien op kijk.nl? Moussaki. Wat is moussaki? Daar doop je brood in. Nee, moussaka. Moussaka, dan moet je brood zo... En dan doe je zo helemaal in die moussaki zo. En dan? Ja, en dan doe je het in je mond. Oh. Ja. Is het ook met knoflook of is het met yoghurt? Mok. Of loop? Dus met yoghurt. Nou, het is helemaal met yoghurt. Maar wat is hier net? Wel lekker. Nou, ik heb altijd een zwak voor Griekenland. Bij het Songfestival ook. Laatst heeft een Nederlands meisje mee. Ja. Maar was ook zo leuk. Een leuke jonge meid. Oh ja, dat weet ik nog. Ja, maar die woont in Nederland. Even kijken hoor. Wat is er verder nog in Griekenland? Nou ja, in Griekenland is het dus ook zo. Hè? Als je dus naar een kerk gaat of naar een heiligdom, dan moet je inderdaad bedekken. Ja. Het is natuurlijk ook best wel een streng katholiek land. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, dat is logisch. Mannen lange broek en vrouwen ook een lange broek of een lange jurk. Ik weet iets wat jij niet weet. Wat dan? Als je in Griekenland een huis laat bouwen en je zet er een klein kapelletje, een klein kerkje bij, betaal je geen belasting. Dus wat denk jij? Ik liep door die straat en ik zeg tegen die man, ik zeg, joh, waarom staan hier allemaal van die kapelletjes? Hij zegt, dan betaal je geen belasting. Dat kan niet. Wel waar, zoek het op internet, op de Google. Vandaar dat ze zoveel steun nodig hadden. Oh, dat zal het dan zijn. Ja. Ja. Oh, daar komt Leroy. Hoi. Nou. Nou, ik hoor papa. Papa hoor ik al. Nou, wij moeten werken. Ja, wij gaan nog even aan het werk, Lee. Wij komen zo even. Wij zitten aan de Ouzo. Ja. Nou, dan gaan we naar nummer 6. Turkije. Turkey. Maar dat mag je niet meer zeggen, hè? Erdogan heeft gezegd geen Turkey meer. Nee. Hoe spreek je het nu uit? Nou, we zeggen nu Turkije. Nou, en dan is dit dus de borrelplank van, hoe heet het ook weer? Turkije. Dit is natuurlijk een Turkse brood. Ja. En dat is de shakshuka. Ja, dat klopt. Ja, dat is met ei zit daarin verwerkt. Ziet er wel lekker uit. Wat is het rode dan? Tomaat.
Dat is denk ik tomaat. Ja, dat is tomaat. Nou, weet je, Turkije, wij hebben hele goede herinneringen aan. Ja. Zo lekker in zo'n all-inclusive. Als je echt wil rusten en gewoon helemaal niks doen. Wat wij eigenlijk het liefst doen op vakantie. Ja. Gewoon alleen maar lezen en eten en slapen. Nou, dan moet je gewoon daarheen. Ja. Zo lekker weer. En ja, inderdaad. Aardige mensen. Aardige resort. Zo leuk. Ja. En als je dan van het resort afgaat en je komt in die straatjes. En dan heb je allemaal van die kraampjes met handdoeken, weet je wel. En zwembroeken en zo. Ja, en dan moet je altijd. Dan zie je al die toeristen gaan allemaal afdingen. Zo, helemaal. Ja, low dat price. Deed jij ook altijd. Nou, ja, ik deed het ook altijd. Ja, maar dat is gewoon. Ja. Ja, ik vind het altijd lastig afdingen. Ik denk dan altijd, zeg gewoon wat het moet kosten. Weet je, en als ik het te duur vind, koop ik het niet. En als ik het niet te duur vind en ik heb het nodig, dan koop ik het wel. Ja. Ik vind het allemaal zo gedoe. Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk de traditie. Dat is traditie. Nou, en dingetje was toen nog heel klein. Klaartje was toen nog een baby toen we er waren op dat resort. Ja, de eerste keer dat we gingen was volgens mij 10 maanden. Ja, helemaal in het vliegtuig. Ja, het was heerlijk. Ja, dat klopt. Maar ja, ze zeggen dan altijd, ga nooit op straat lopen in bikini of zwembroek. Nou, ik weet het niet hoor, maar dat staat dan in de media. En dat is helemaal niet waar. Ik liep daar gewoon op straat in mijn zwembroek naar het strand. Oh, godzie, zitten wij weer op een helikopter. Helikopter. Liep jij in zwembroek? Ik liep gewoon van mijn hotel in mijn zwembroek naar het strand. Ja, wat een poppenkast. Iedereen deed zo. Ja, dat zullen ze daar natuurlijk wel meer mee maken. Maar over het algemeen in dat land wordt het niet gewaardeerd. Nee. Oh, ik moet dit nog proeven. Helemaal met die ei en zo. Dopen. Dit moet je erin. Oh, moet je het weer dopen? Even hierin. Oh. Weet je, ik groei helemaal dicht. Oh ja, dit is allemaal tomaat. Ja, is het tomaat? Ja, ik vind dat ei juist zo leuk. Ja, ook. Oh. Grappig, hè? Dat elk land gewoon zo zijn eigen ding heeft. Ja, leuk, hè? Ja. Studenten met lekkere dingen. Ja. Wat is dit? Dit is shakshuka. Is dat warm? Ja, dat is lauw. Lekker, joh. Wat is het? Moet je brood en zo helemaal dopen. Heb jij ook een beetje zonnebrand? Want ik zit helemaal te verbranden hier. Ja, tuurlijk. Oh, dat geeft niet, joh. Ja, dat geeft wel. Doe je een beetje af de sun vanavond zo op? Nee. Is het pittig? Nee, het is heerlijk. Het is niet pittig. Houden we toch niet van? En dan zegt ze ja. Ja, zie je het? Ik dacht het al. Die zegt, nou, die schrijft nog een keer op. Ja, meid, als ei is zo lekker. Lee, kom! Lee, heb jij nog eten nodig? Je kan het meenemen, want wij gaan over naar het land België. Oh ja, we gaan naar België. Nemen jullie maar die borrelplank mee dan naar het terras. Geniet er lekker van. Ja, neem maar mee. Kijk, België is de... Nou, oh, lekker. Meer bier. En kijk eens, echte Belgische friet. Belgische friet. Ja, ik vind het zo leuk. Onze eigen zuidenburen. Nou, daar zeggen ze toch patatekes? Patatekes. Nou, proost op België. Proost, ja. Nou ja, we kunnen natuurlijk gewoon Nederlands praten in België. Alleen in het gedeelte Wallonië, daar spreken ze nog Frans. Nou, dan kunnen wij natuurlijk, daar komen wij ook mee uit de voeten. Daar komen wij ook wel mee weg. Is het warm, die patat? Even een patatje. Kleertje, wil je ook een patatje? Heerlijk. Lekker knapperig. Nee, nou lekker. Goed gebakken. Zeker in zo'n rodding, zo'n airfryer. Is helemaal slap. God. Ik hou van dat. Wil je een patatje, kind? Kom maar. Ik hou heel veel van mayo. Echt waar? Ja, ik... Dan moet jij zeggen wat je ervan vindt. Eet eens. Ja, lekker. Oh, zij vindt het lekker. Nou ja. Ik had dit ook een paar keer gegeten. Ga maar lekker zwemmen, kind. Ja. Nou ja, wat ik al zei, Wallonië is natuurlijk Franstalig. En Nederlandstalig en Frans heb ik tenminste van vroeger begrepen. Die kunnen nooit zo goed met elkaar om. Gek is dat toch, hè? Ja. Denk, hoezo? Wat maakt het nou uit? Je woont toch samen in een heel leuk, klein, lief land? Ja, hebben ze ook nog Brussel als hoofdstad helemaal. En dan al dat Europese gepeupel zit er altijd te vergaderen en zo. Voor ik weet niet hoeveel geld. Geef eens nog even proosten met bier. Steeds verhuizen. Erg, hè? Ook zoiets. Ja. Steeds verhuizen, dat Europese parlement. Dat we bij kunnen leggen, hè? Ja. Nog eentje, hè? Hier. Ja. Deze, oh. Nee, maar ook kind. Hier. Ja. Anders mag je straks het bordje wel meenemen, hoor. Ja. Ja. Maar ik vind de Belgen ook... Wij gingen daar wel eens inkopen. Hè? Ze hebben ook echt smaak. Weet je nog, toen we de woonwinkel nog hadden... gingen we daar wel eens inkopen. Ja, ze hebben smaak. Mooie spullen, spullen. En ze zijn ook heel bescheiden. Want Nederlanders zijn veel directer. Ja. Die vloepen alles eruit en zo. Ja, dat klopt. Alhoewel zij dat volgens mij wel leuk vinden. Dat zeggen ze ook wel eens. Weet je, dat ze moeten lachen en zo. Maar zelf zijn ze dan een beetje meer ingetogen. Ja, ja. Ja, maar dat vinden ze toch niet allemaal. Ik heb mensen gesproken tijdens een programma-opnames en zo. En dan zeiden ze, ja, weet je, ook politiek gezien is het
Wat is er? Willen jullie nog patat? Nee hoor. Nee, hoezo? Neem maar mee. Nee, maar. Nou, ik vind België trouwens een enig land. We komen er altijd doorheen als we naar Frankrijk gaan en zo. Ja, dat grappige is ook. Dan rij je dus Nederland uit en dan denk je ineens... Oh ja, we zitten in België. Want dan zie je gewoon aan de bouw. Hè, ze hebben andere... Ja. Ze hebben heel vaak geen dakgoot of zo. Ik weet niet wat het is, maar dat ziet er meteen anders uit. Andere stenen. Ja, en ook op de weg en zo. Je merkt gelijk ook, ja. 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 Meteen wil ik gedoen, 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 gedoen. Hebben ze die platen? Ja, ze hoeven eigenlijk die borden niet eens meer neer te zetten van België. Nee, want je voelt het. Nou, moet je luisteren. België hebben wij ook gehad. Dat was de laatste, hè? Ja, dat is de laatste. Ja, we bespreken natuurlijk elke week sowieso in de podcast een uitje in eigen land. Ja. Hè, om een beetje de mensen ook een beetje tips te geven voor in Nederland. Want waarom zou je urenlang in de rij gaan staan met je zware koffer... en of een hele lange rit maken in de auto, wat wij wel leuk vinden. Maar het is ook lekker om in je eigen land te gaan. Ja, en nou hebben wij bedacht dat het ook heel leuk is als je sportief aangelegen bent. Nou, ik dus niet. Aangelegd. Dat is een hele wandelroute. Dat begint helemaal in Groningen en dat heet het... Het Pieterpad. Het Pieterpad. Ja, dat loopt dus van Pieterburen helemaal in het hoge noorden. Het hoge noorden in Nederland. Helemaal naar de Sint-Pietersberg. Ja. Hoeveel kilometer zou dat zijn dan? Nou, dat ik kan... 300? Dat is een pokkenend lopen, dat wil je niet weten. Dat is wel leuk, als je allebei van wandelen houdt... dan ga je natuurlijk elke keer in een B&B ga je slapen. Ja. Oh ja, en dan ben je zo, dan ben je natuurlijk zo een week of 10 dagen onderweg. Ja, maar dan moet je wel van wandelen houden. Ja, moet je wel van wandelen houden. Daar hou jij niet van. Nee, ik niet. Mij niet bellen. Dat lijkt mij wel leuk. En dan zie je natuurlijk heel veel. Ja, je ziet heel veel. Maar dat zie je op een Solex ook. Dan ga ik liever op een Solex zitten. Ja, dan zie je ook allerlei leuke mooie dingen om je heen. En dan ga je ook naar een B&B onderweg. Dat is eigenlijk voor mij, dat is beter. Ga jij maar lopen en dan ga ik op de Solex. Nou ja, wat ook zo leuk is, en dat is natuurlijk in de Achterhoek. Dat hebben wij ook eens gedaan. Daar wordt wijn verbouwd. Ja. En net als in Limburg wordt wijn verbouwd. En in de Achterhoek dus. Toen zijn wij daar ook wezen kijken, weet je wel. Ja. Ik kon me er helemaal niks bij voorstellen dat je dan gaat plukken. Maar het is gewoon met een tang. Met een tangetje. Ja, en... Dus het is eigenlijk heel lekker, leuk, gezellig werk eigenlijk. Kijk, ik kom helemaal in die vibe. Het is net even een klein bubbeltje, want ik hou niet zo van de bubbels. Maar dit is lekker. Dit is net, je ziet het nou ook al niet meer bijna. Zie je? Het is heerlijk. Oké, nou kijk, dit is dus een... even kijken hoor. Oh, dat is uit Maastricht. Dus dat is een Limburgs wijntje. Nou. Uit 2021. Mooie groene fles ook. Mooie groene fles, mooie kleur. Ja, maar hij is ook heel slank, hè, die fles. Zie je dat? Ja, zo'n slanke fles. Net als ik. Ja. Nou, kindsproost. Zit er een bubbeltje in? Op Limburg. Kijk, een beetje mousserend. Ja. Oh, meid, heerlijk. Heerlijk. Oh ja, heel fruitig, heel zacht. Oh, lekker. Nadesh! Hey! Oh. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes bien aussi. Votre tête, c'est bien. Vous avez une nouvelle couleur sur le mur? Sur le mur. Le jaune. Ouais. Ah, c'est bon. Oh, ça fait longtemps. Ah oui. Oh. Ah oui. Ouais. Oh. Mais vous bon. Êtes... c'est bien, votre tête? Ouais, ça va. Oui, c'est bien. Ouais. Et vous, comment ça va? Non, ça va, ça va. C'est chaud ici, comme en France. Yeah. Il fait très, très, très chaud à Limoges aussi. Ah oui. Très chaud, hein. C'est combien de degrés? 40. Ah, 40 is 40. Oh, oh ja, 40. Dat is c'est terrible. Oh, c'est très très chaud. Vous êtes vous avez la piscine. Vous avez la piscine vous derrière. Et là-bas est Claire. Claire, kom eens dag zeggen tegen Nadège. Ja, maar en Maxime elle est ici. Kijk. Ja. Kijk eens. Bonjour ma petite Claire. Kijk. Hallo Claire. Zwaai maar. Bonjour ma Claire. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ouais, ça va, à peu près, à peu près. Et alors, par le mariage, toutes mes félicitations. Ja, le mariage. Oh, ja. Magnifique. Magnifique. Magnifique, Maxime. Elle est très fatiguée après, mais maintenant, ça va mieux. Ça fait rien. No. Elle a le temps de se reposer maintenant. Ah oui, bien sûr. Yeah. Yeah. Elle est... Oh, elle était magnifique, très très belle, Maxime. La robe. Oui, la robe. Ouais. Comme ça, hein. Ah oui. Vous étiez tous, vous étiez beaux tous, hein. Ah, merci, oui, merci. Ouais. C'était très spécial. Yeah, très spécial. Martine, il avait un beau costume, Martine. Il était beau. Oui. Ah, toujours. Avec toutes les couleurs. Yeah. Ah, il était beau, hein. Mais beaucoup, les gens, dis-moi, le pantalon, c'est très... Trop petit. Trop petit.
Paske een mooie pièce. Kom ça. Kom u lucifer. Oh ja. Kom u de allumette. U de allumette. Oui. Et ma petite Claire aussi, vous étiez tous beaux. Yeah. Le roi avait un très très beau costume aussi. Yeah, le roi avec le petit fleur dans le cheveux. Ja, Claire. Ja. Claire. Oh. Ja, ze zegt dat Leroy ook zo goed eruit ziet, le roi. Oh ja, le roi, ja. Il est beau, hein? Il est très très beau, yeah. Maxime. Yeah. Oui. Oui, very sexy. Very sexy. Ja. Ja. Hey, alors, Nadège. Oui. 30 minutes passées, nous parlons aussi quand nous sommes ensemble dans l'avion à Tenerife. Ja. Ja, à Tenerife. De beaux mémoires. Oui. Ja. C'était bien, hein? Ja. Et comment ça va? Vous êtes sans hôpital? Vous avez... J'ai eu des examens la semaine dernière. Oui. Et j'aurai les résultats lundi. Lundi à 15h30, je vais voir l'oncologue, okay. Le docteur. Oh, d'accord. À l'hôpital. Mais je pense que normalement, ça devrait aller parce que s'il y avait eu quelque chose de grave, il m'aurait déjà téléphoné. Oui. Ah oui, oui. D'accord. Oh, yeah. Ouais. Donc lundi, ok. Yeah. Ouais, donc je pense que ça, normalement, je pense que ça devrait aller. C'est très bien, oui. Ah. Yeah. Et vous êtes encore fatigué ou ça c'est mieux? Un peu des fois. C'est surtout la chaleur qui me fatigue. Ah oui, oui, donc, c'est terrible. De c'est très dur. Oh oui. Yeah. C'est très dur le temps de la 40, chaleur. C'est terrible. Et avant, vous n'êtes pas conduire dans la voiture et maintenant? Ça va, oui, je conduis maintenant. Oh, ça va. Okay. Et nous avons un dilemme pour vous. C'est un mot français, dilemme. Dilemme. Nous avons deux choses et vous... Dois choisir. Ja. Ouais. Ja. Donc, ça c'est un dilemme. Ja. Donc, je essaye en français. Ou bien tu t'installes aux Pays-Bas, ou tu ne connais personne, tu ne parles pas la langue et tu ne mangeras que du vieux fromage. Ça c'est le... Maintenant, l'autre. Et l'autre, c'est ou bien tu restes en France ou tu mangeras du Saint-Marcellin pour le reste de tes jours, plus que ça pue, plus que c'est bon, comme tu le dis toujours. Alors, faut que je choisisse... Oui. Le dilemme d'Erika ou le dilemme de moi? Mais c'est un dilemme. Là, c'est un dilemme. Deux choix. Oh ben, il vaut mieux que je... Enfin... c'est terrible. Bah, ouais, c'est pas facile. Bah, je crois qu'il vaut peut-être mieux que je reste en France. Hein. Oui. Parce que si je connais personne, si je vois personne... Et vous devez manger que de vieux fromage, c'est terrible. Donc, vous restez en France... Ouais. Où tu mangeras du Saint-Marcellin pour le reste de tes jours. Yeah. Heureusement que j'aime le fromage. Ah oui, ça c'est bien. Zij houdt van kaas. Ja. Zij houdt van kaas. Plus que ça pue, plus que c'est bon, comme tu le dis toujours. Oui. Yeah. Merci pour votre réponse. Et ouais. Bon courage pour lundi. Et nous faire de WhatsApp. Nous, on s'envoie des messages, oui. Yeah. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Now, d'accord. Bon merci, Nadège. Merci. Yeah. Okay. Je vous embrasse tous. Au revoir. Oui. Doei. Doei. Gros bisous. Doei. À bientôt. Ja, ze ziet er echt goed uit. Ja, ze ziet er beter uit. Ze heeft ook zo'n goede bril op. Nou, hartstikke leuk. En ze heeft dus onderzoek gehad. En daar, ze zegt, de dokter heeft nog niet gebeld. Dus het zal wel meevallen. En maandag heeft ze dan het eind van de middag de uitslag. Begrepen. Ik moet ze bellen. Ja, maar ze zit er toch niet zo over in. Nee. Nee. Nou moet je luisteren. Wij zijn bijna klaar met onze zomereditie. Bijna. We hebben nog het laatste item. Ja, nou, ik kon je wel vermoorden. Nou. Ja, deze rubriek kunnen we niet doen.
Nee. Want het is opgenomen. Ja, dat klopt. Kijk, er zal van alles gebeuren volgende week waarvan ik denk... nou jongen, ik kan je wel achter de bank plakken. Maar ja, dat weet ik nu nog niet. Nee, maar rij je wel heel rustig naar huis. Ja, met mijn auto rijd ik altijd rustig. Ja, want weet je, ik ben zo bang. Ik heb een automaat, ik heb hier een handje, ik heb hier een handje zo. We rijden gewoon 100, 110. Zo lekker. Ja, dat is beter, 100, 110. Maar we hebben toch geen haast, we hebben vakantie. Nee. Ja, dat zo vind ik ook. Ik. Ja. Het blijft trouwens prachtig weer, dus dat is helemaal lekker. Dus in Nederland is het ook heerlijk. Ja, dus waar je ook bent, geniet er lekker van. Ja. Wees lief voor elkaar en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei, doei. Wat goed.